maar ik kon hem niet vinden, joh. Weet je, ik kon... Ja, die is verlopen, deze. Die doet het niet meer. Ja, precies. In Rotterdam surveilleert RET-handhaver Remco met collega's in het metrogebied. Oké. Hallo. Bij de uitgang draait iemand ineens om en loopt weg. En dat valt op. Pardon, mag ik even langs? Dank u wel. Hoi, goeiedag meneer. Hey. Mag ik uw kaartje even controleren? Ja, hij is hier ergens gevallen. Oh. Ik ben hem niet aan het zoeken. Oké, wat had je voor kaartje? Sorry? Wat had je voor kaart? Twee-uurskaartje. Twee-uurskaartje? In de bus uit. Dat is zo'n papieren? Ja. Of in de bus met de QR-code? Ja. Oké. Nou, hoop ik voor je dat je hem kan vinden. Sorry? Ik zei net, dan hoop ik voor je dat je hem kan vinden. En je hebt dat kaartje net zelf gekocht in de bus? Ja. Oké. Heb je dan misschien een afschriftje of zo van je bank dat je het kan laten zien? Ja. Nou, dat ik een beetje... Oh. Daar zit hij gewoon. Mag ik hem wel even bekijken? Ja. Hoe laat is het? Ja, dit is nog gewoon geldig. Alsjeblieft. Hey, fijne dag. Hij was hem dus niet verloren, maar had gewoon niet goed gekeken in zijn jaszak. Ja, bedankt. U komt net binnen, toch? Prima, hoor. Ja, ik heb u door het poortje naar binnen zien gaan. Hallo. Bedankt. Ja, dank u wel. Bedankt. Hallo, meneer. Mag ik even de kaart controleren? Ja, prima, hoor. Nou, gelukkig. Hij is goed, bedankt. Ja, weet ik. Ja, maar nu weet ik het ook. Fred controleert deze man. Hij heeft geen geldig kaartje. Ik heb hier een kaart. Ja. Maar ik kon hem niet vinden, joh. Weet je, ik kon... Ja, die is verlopen, deze. Die doet het niet meer. Ja, precies. Ik had er 3 gisteren. Oké. Ik heb er 2 gebruikt en ik had er nog eentje, maar die kon ik niet vinden ook. Maar deze doet het ook niet, hoor. Nee. Die kan je weggooien. Ja. Heb je helemaal niks bij je? Wil je even van mij in je zak leggen? Nee, heb ik niet. Echt niet. Ik heb mijn ID ligt bij mijn maatschappelijk werk. Oké, maar wil je even in je zak liggen halen? Dan weet ik... De collega gaat even bellen, een fotootje. Ja. Van 26 februari 1966. Ja. Daar ben je. Inderdaad, goede foto. Correct, positief. Ja, dankjewel. Werkt ze nog? Oké, hoi. Nou, kijk eens, je bankpassie, je kaartje 2 uur geldig, ja? Doei. De man krijgt een sanctie die hij zonder mopperen ter harte neemt. Al snel de volgende patiënt. John Winter, sorry. Ja, die heeft een paspoort door, niet, weet je. Ja, sorry, I need it to go to the job interview. Sorry. Yes. I from 2000 kilometers. Sorry. Therefore, I am rushing. So I'm sorry. Yeah, but you get a penalty. You can pay it right now if you can pay by bank cards 40 euros. Yeah. Sorry. I will have to go to you because I need to go to the for the job interview. 40. Yes. Sorry, sir. You get a penalty for now. Dus if you pay now, it's... Okay, can we go there? Because I... No, we have to do it here. But sorry, sir, I really have to go this 40. Yeah, but we have to do this first. Man, I have got 5 minutes to job interview. Yes. I don't care. I need to go to the job interview. Yeah. Do you understand me? I understand, yes. Do you understand me? I no more time. If you pay now with bank card, it's faster. It's your choice. How much is it? 40 euros if you pay now with bank card. Sorry, 14 or 40? 40. 40. No? Okay. I can't. Okay. No problem. Man, I have to go to the job interview. Yes. Why are you fucking with me? Why? Because you don't have a ticket. But I have to go to the job interview. Yeah, and I understand, but I have to go. You have BSN? No. Yes. Yeah? Then you give BSN. It's faster. You don't have to answer the question. You can counsel your own lawyer at your own cost. You want to give a reason why you don't have a valid ticket? Yes. Yes? You want to give me? Give me the payroll. Give me. Paper, give me paper. Have to go. Yes. No reason?
Is dus? Yes. Doei. Succes. Laat vertrekken en geen kaartje kopen terwijl je een belangrijke afspraak hebt. Ook niet erg handig natuurlijk. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.